Ja, al bij al denk ik dat we een verdiende overwinning hebben. Ik vond onze eerste helft goed spelen. Heel veel kansen bij elkaar gevoetbald. En eigenlijk moet na de eerste 45 minuten de wedstrijd gespeeld zijn. Jammer genoeg is het nog maar 1-0. Dan waarschuw ik de ploeg dat we niet te slap uit de kleedkamer mogen komen. Maar toch is dat wel het geval. De eerste 15, 20 minuten, tweede helft, waren we niet echt meer in ons normale doen. En ja, dan begint de Leuven erin te geloven. Ik denk dat ze over de 90 minuten twee ballen tussen de palen getrapt hebben, waarvan dat er één heel mooi binnen is. En dan krijg je het moeilijk natuurlijk. Zij geloven er extra in een stunt en wij beginnen iets te forceren. Maar ik denk dat uiteindelijk de verdiende goal wel valt. Ik denk dat de eerste helft een heel aantrekkelijke wedstrijd was. Ging snel op en neer. We komen na een kwartier denk ik op achterstand. Op basis van de eerste helft is het wel beter, maar ik denk dat we wel er bijna naast stonden en de tweede helft was gewoon van ons. Dus het is een zeer bittere pil als je in de laatste 30 seconden nog 1-2 achterkomt. Ik denk dat we eerst moeten focussen op de wedstrijd van maandag. Want we hebben maandag geen al wedstrijd tegen de kampioen van dit jaar. Wat dat iedereen toch wel verwacht en die ploeg naar voren schuift tegen Anderlecht. Ik denk dat dat een hele moeilijke wedstrijd zal worden. Maar we moeten erin geloven en proberen van de punten thuis te halen. Ik denk dat we de eerste helft echt onder lagen. Maar dat door de tweede helft dat we een blok hebben kunnen maken. En mooi voetbal hebben laten zien op momenten. Ik denk Celine Guns weer een chique goal. En spijtig dat we dat dan niet kunnen vasthouden. Vorige week was het hier net zo. Was het ook een bittere pil? 4-3. Ja. Ik denk dat we op deze twee wedstrijden zeker wel meer verdiend hadden. Maar kijk, we hebben wel weer getoond dat het hier moeilijk is om te spelen. En dat we toch wel in zeer stijgende lijn zijn momenteel. En dat we toch wel, ik denk dat Anderlecht nog een maat te groot is. Maar ik denk wel dat we alle andere teams aan kunnen. Ik leg me daar niet bij neer. Maar als je 10 mensen in de vrouwenvoetbal vraagt van wie wordt er kampioen. Dan gaan er 9 Anderlecht zeggen. En die ene die het niet zegt zal de ene van Gent zijn.